Ik mag u allen hartelijk welkom heten hier in de Oude Kerk op Scheveningen, waar wij mogen luisteren met elkaar naar de uitvoering van de Marcuspassie, ooit samengesteld door Hans Boulez. Fijn dat er familie van Hans vanavond in ons midden is. Vele jaren is deze passie uitgevoerd hier in de Oude Kerk. En dat gebeurde onder andere door de jarenlange inzet van de organist Jaap Lauwers. En ook van hem is nageslacht aanwezig. Hartelijk welkom in ons midden. Ik mag u voorstellen, alleen ik vermoed dat u ze allemaal wel kent, aan de solisten en medewerkenden van deze avond. U gaat horen het hervormd kerkkoor Scheveningen en het christelijk gemengd koor Laudate Deo. U hoort als sopraan Jacomine van der Plas, een Katwijkse dame die geen nadere introductie op Scheveningen nodig heeft, want we kennen haar kwaliteiten. Ik lees vanaf de flyer zo naar beneden, zodat ik niemand kan vergeten. Als tenor treden twee mannen op, Kees Vrolijk en Tom van Kruiselberg. De bariton, dat is weer één man, Kees van Lent. Als bas kunt u Klaas Aantjes horen. Aan de viool Jasmijn Burger. Aan het koororgel Willem den Boer. Aan het hoofdorgel Michael Spaans. De algehele leiding ligt in handen van Danny Spaans. En u zult mij aan het werk zien en horen als liturg. En ik sluit bij mezelf af, want ik ben de enige in dit hele rijtje die een titel heeft, terwijl al die anderen ook een titel hebben. En ik ben de enige die niet met zijn voornaam genoemd wordt. En ik heb altijd geleerd dat je mensen die beroemd zijn bij de voornaam noemt. Dus ik weet genoeg. Laat ik zeggen dat ik blij ben om hier vanavond te staan en in uw midden het evangelie van Marcus te lezen, het lijdensgedeelte. Ik heb dat een aantal jaren mogen doen in de Bethelkerk, maar die traditie daar is gestopt. En zo kwam ik, zij-instromer, zeg maar, hier in de Oude Kerk. Ik hoop samen met u en met alle die zich inzetten op een hele fijne, mooie, inspirerende, dankbaar stemmende avond. Hij zal zich aan u ontvouwen. Zoals u weet en verwachten mag, ik wil u alvast even iets zeggen over als de passie ten einde is. Applaus, dat staat ook in het boekje, vragen we niet. Hou het ingetogen ook aan het eind. Geen applaus, blijf nog even zitten. Want het schijnt dat het bestuur van de koren de solisten nog in het zonnetje wil zetten. Dus blijf nog even zitten als de laatste tonen weer klonken zijn. Nou, ik heb nu lang genoeg gesproken, ik kom nog genoeg aan het woord. Ik kijk even of ik oogcontact kan krijgen met Danny. Hij staat dichterbij. Aan jou de eer.
Nu was het na 2 dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. De overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem door list in handen zouden krijgen en doden. Want ze zeiden... Toen hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam, terwijl hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare nardusmirre. En ze brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zei...
Judas Iscariot, die een van de 12 was, ging heen naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen zij dat hoorden, verblijden ze zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij een goede gelegenheid kon overleveren. En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het paascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zei tot hen: en de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het paascha gereed. En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En terwijl ze aanlagen en aten, zei Jezus: zij begonnen bedroefd te worden en één voor één tot hem te zeggen: en hij zei tot hen:
En terwijl zij aten, nam hij een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zei: en hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die. En ze dronken allen daaruit. En hij zei tot hen: na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg. En Jezus zei tot hen: en Petrus zei tot hem: en Jezus zei tot hem: hij zei steeds heftiger:
Evenzo spraken zij ook allen. Ze gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen: En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mee. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zei tot hen: En hij ging een weinig verder. En hij wierp zich ter aarde en bad dat, indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zei: En hij kwam en vond hen slapende. En hij zei tot Petrus: En wederom ging hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard. En zij wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. En hij kwam ten derde male en zei tot hen:
En terstond, terwijl hij nog sprak, daar kwam Judas aan, een van de twaalven. En met hem een schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten. En die hem overleverde had hun een afgesproken teken gegeven, zeggende: En hij kwam en trad terstond op hem toe en zei: en Judas kuste hem. En ze sloegen de handen aan hem en grepen hem. Een van de omstanders trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tot hen: en ze lieten hem alleen en vluchtten allen. En een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mee hem achterna. En ze grepen hem, maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht.
En ze Jezus weg naar de hoge priester. En al de overpriesters en de oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. Petrus volgde hem van verre tot binnen de hof van de hoge priester. En hij zat daar tussen de dienaars, zich warmende bij het vuur. De overpriesters nu en de gehele raad trachten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar hun getuigenissen stemden niet overeen. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden, zeggende: zo stemde hun getuigenis niet overeen. En de hoge priester stond op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus en zei: maar hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Wederom ondervroeg de hoge priester hem en zei tot hem: en Jezus zei: de hoge priester scheurde zijn klederen en zei: en zij allen veroordeelden hem als des doods schuldig. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn gelaat te bedekken en hem met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: en de dienaars sloegen hem in het gelaat.
En terwijl Petrus beneden in de hof was, kwam daar een der slavinnen van de hoge priester. En toen zij Petrus zag, terwijl hij zich warmde, keek ze hem aan en zei tot hem: maar hij loochende het en zei: en hij ging naar buiten, naar het voorportaal. En toen de slavin hem in het oog kreeg, begon ze opnieuw tot de omstanders te zeggen: maar hij loochende het wederom. En even later zeiden de omstanders weer tot Petrus: maar hij begon zich te vervloeken en te zweren: en terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem gesproken had: eer de haan tweemaal gekraaid heeft, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij begon te wenen. Thank you.
En terstond, 's morgens vroeg, stelden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden, de gehele raad, een besluit vast. En ze boeiden Jezus en ze leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. En Pilatus ondervroeg hem. En hij antwoordde hem en zei: En de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. En Pilatus vroeg hem wederom en zei: Doch Jezus gaf hem niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En bij elk feest liet Pilatus hun een gevangene los, voor wie zij dit vroegen. Nu was er iemand, genaamd Barabbas, gevangen gezet met de oproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. De schare kwam naar voren en begon te eisen dat hij hun deed zoals hij gewoon was. Pilatus antwoordde en zei tot hen: Want hij bemerkte dat de overpriesters hem uit nijd overgeleverd hadden. Doch de overpriesters zetten de schare op dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. Pilatus antwoordde en zei wederom tot hen: En zij schreeuwden wederom: Pilatus zei dan tot hen: Zij schreeuwden dan des te meer: Pilatus oordeelde het geraden de schare haar zin te geven. En hij liet hun daarom Barabbas los en gaf Jezus, na hem gegeeseld te hebben, over om gekruisigd te worden.
De soldaten nu leiden Jezus weg tot binnen het hof. Dat is het gerechtsgebouw. En riepen de gehele afdeling bijeen. En ze trokken hem een purperen kleed aan en zetten hem een kroon op die zij van doornen gevlochten hadden. En ze begonnen hem te begroeten. En ze sloegen hem met een riet op het hoofd en bespuwden hem. En ze vielen op de knieën en bewezen hem hulde. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem het purperen kleed uit en deden hem zijn klederen aan. En ze leidden hem weg om hem te kruisigen. En zij presten een voorbijganger om zijn kruis te dragen, een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, de vader van Alexander en Rufus. En ze brachten hem op de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. En ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam die niet. En ze kruisigden hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou. Het was het derde uur toen ze hem kruisigden. En het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde, luidde: de koning der Joden. En met hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is vervuld geworden dat zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: evenzo spotten de overpriesters onder elkander, samen met de schriftgeleerden, en zij zeiden: met hem gekruisigd waren, beschimpten hem.
toen het zesde uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luider stem: hetgeen betekent: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: en iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken, zeggende: en Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Toen de hoofdman die tegenover hem stond, zag dat Jezus zo de geest gegeven had, zei hij:
Er waren ook vrouwen die uit de verte toeschouwden, onder wie ook Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en van Jozes, en Salome, die toen hij in Galilea was, hem volgden en hem dienden, en vele andere vrouwen die met hem opgegaan waren naar Jeruzalem. Toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het voorbereiding, dat is de voorsabbat, was, Jozef van Arimathea, een aanzienlijk lid van de raad, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte,
En hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht linnen en hij nam hem af van het kruis, wikkelde hem in het linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehouwen was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij was neergelegd.
En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en van de oudsten. En hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het lam. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God, tot in alle eeuwigheden. Amen.